We zijn weer vandaag. Weer een nieuwe dag. Weer een nieuwe vangsten. Ze hebben net een kluis eruit gehaald. Dus straks jullie zien die nieuwe video. Dan weten jullie dat. Opletten. Een duimpje omhoog. Tjolijs! Kom maar dan, blauwe kuif. Yo, yo, kijkers. En welkom terug bij een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timothy. En ja, we zijn in Den Haag. We hebben een dichte kluis gelokaliseerd. Dus die gaan we nou met die groep die achter ons aankomt. Oh, alleen Brian komt achter ons aan. We gaan die proberen eruit te halen. We hebben het met 3 man geprobeerd. Dat lukte toen niet. Maar ja, kijk verder. Nu gaat het wel lukken. Nou, 2 mesjes gevonden, jongens. Ik heb er eigenlijk al een derde uitgehaald. Net. Dus we hebben er nog 3. Lekker hoor! Oh, ik heb ook een mesje. Hoeveel zijn dit er nou in totaal dan? 4. 4 keer Messi, bijna een elftal. Wow, wat trek jij eruit dan? Een mes. Zo, maar niet zomaar een mes. Een super dik Rambo mes, zeg. Wow, nou ben je een echte soldaat. Zo vader, zo zoon. Ja. En zo. Hoppa. Nou, ik zie wel welk bloed jij hebt, inderdaad. Super dikke vondst, kleine. Super dik. Zo, ik trok een kantoorstoel uit, maar super vet, want er hingen tasjes aan, it's in the bag. Maar laat er dan ook wat in zitten, een partij sieraden of zo. Nee. Helaas, niks erin. Toch een leuke gamestoel. Het gaat weer lekker, sieraden. Yes! En hier staat in een P. En dit is een of ander dennenappeltje met goud en het plakt niet zoals jullie zien, althans het plakt heel licht. Ik denk niet dat het van goud is, maar in ieder geval leuk. Weer sieraden. Yes! Leuk, leuk! De remmen zijn los. Laten we hem eerst even zien aan de kijkers. Kijken of we hem boven kunnen kijken. Ja hoor, kijk eens. Kijk eens. Lekker maar. Heerlijk. Oh, hij is open, jongens. Open? Ja, maar dat zegt niks, hè. Dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks, jongens. Kijk eens, er zit ook een geldkistje in. Laat hem zo. Niet loslaten. Moet ik helpen? Er zit ook een geldkistje in. Yes! Dit kan nog wel eens wat worden, jongens. Ja, tuurlijk erbij. Gewoon links achter. Ja, er zit wel meer in. Hij is helemaal vol met kerk. Ja, niet kantelen. Niet kantelen, jongens. Ja, even houden ze. 1, 2. Even houden ze, jongens. Houden ze. Kom maar, kijk eens. Er moet wat in zitten. Ja, een hoop blubber. Ja.
En stukken. Hey, wat voor kleur heeft de geel kistje ook? Blauw. Wat gaat er gebeuren vandaag? Hey! Wat gaat er gebeuren vandaag? Inderdaad! Ja, ja, ja! Vink op de 1000 abonnees schaal! Yes! Dus! Hij krijgt het zo. Ik doe niet gekant. Dezelfde kleur als het goudkistje. Blauwe haren. Ja, daar moeten we aan geloven. Ja, zullen we eerst de kluis eruit gaan halen dan? Laten we dat doen. Oké, okay, top. Hij was ook zo net uit de bocht geworden. Zo, we hadden hem echt niet los moeten laten, die kluis net, man. Nee. Wij zijn de baas over die kluis. Nu moet die kluis over jullie. Hé, kijk, die ligt echt tussen de ruimte. Ja, ja. Ja, die leg even voor mijn geldkistjes of zo. Nou, kom maar weer. Ik ben Audi. Hey, zit erin. Ah, jammer. Helaas. Ah, wel een lief klein schattig geldkistje weer. Leuk! Van de volgende, ja? Hey. Van de binnenkant. Ja, van de binnenkant. Zit er nog een geldkist in? Yes! Allemaal dezelfde! Pak hem zo open dan. Zaten we er allemaal in. Hey, daar zitten dingen in volgens mij. Dat is ook helemaal niks. Iemand moet even helpen met trekken dan. Zo, Clanny Tally. Ja, die is wel aardig vergaan, die Clanny Tally. Daar hebben we niet meer veel aan. Waar, dus had wel een camera op. Abba. Hey, kijk. Dat is nou wat ik bedoel, hè. Fink en D. Hij bleef achter het spijkertje. Ja, wit gaan. Ik haal hem zo binnen. Ja, dat is het sieradenwater, maar tegen niemand zeggen, hè. Nee, is het wit gaan? Ja, dat zou kunnen. Kijk, hè. Serieus, hij zat zo achter dat spijkertje. Ik denk RVS. Oh, wacht eens even. Stainless steel. Stainless steel, oh. Stainless steel. Nou, dat is jammer dan. Ja. Ja. Jammer dat het geen wit goud is, man. Abba. Daar gaat hij, hoor. Strijden. Oh, joh. Oh, joh. Kijk eens even. Staan. Daar legt die kluis ook nog eentje. Nog een kluis. Nou, laten we even deze gaan. Kijk eens. Dat is wel lekker, hè. Het is helemaal niet koud, volgens mij, ook, hè. Ja, ik heb zo'n vliegpak er onderaan. Oh, slim. Ja, slim. Ik kom aan, Pik. Goed bezig, ouwe. Zit er wat in? Ja, die geldkist is daar. Oh, je zit alleen nu wel bij mijn knees. Zo, wat een ding, joh. Oh. Soms is het een deel met die iPad, hè? Dirk. Oh, nee. Zo, die hebben met aardig grote ankers vastgezeten, zeg. Ja, dank je. Die plaat daar, hé. Tim, is dat geen tussenplaat? Dit. Nee, rechts van je. Die zit daar niet, kan het daar niet achter zitten. Ja, het is een soort dubbele bodem, hè? Ze hebben het wel geprobeerd volgens mij. Ja. Ah, nou, die trok ik er net ook uit, die komt weer goed van pas. Dat je niet weer naar achter kon. Nee, helaas geen loze ruimte. Maar toch leuk. Toch leuk. Altijd gaaf om te vinden. Dat ligt er wel. En we hebben een uitstrijd, hè? Team Utrecht. Ja, ja. Hoppa. Wat moeten ze doen op jou? Zo, moeilijk. Ga me volgen op Instagram, Team Utrecht. Daar zien jullie alle toffe vondsten. Ja, dus hard volgen die gozer. Hard. Hoppa. Op naar de volgende. Hoe is het? Weer een lekkere dag, hè? Ja toch! De one and only Vinkum Day! 1000 abonnees! Maar we gaan nu op naar de 5000 abonnees. Dat sowieso. Dus wat moeten ze nu alvast doen?
Nog steeds hard blijven abonneren. Juist, lekker yes. Maat, zo is dat. Ja. Ja. Dit is hem. Dat wordt hem. Dat gaat wat worden. 1000 abonnees? Ja. Ja, dat heb je met weddenschap, hè? Ja, helaas wel. Daar moeten we er echt aan gaan geloven. Ja. Nou ja, kom maar dan. Een blauwe kuif. Netjes, Tim. Dat van woorden. Een blauwe kuif zijn het, toch? We hebben even de blauwe kuif. Achterkant ook. Oh, de achterkant ook nog een beetje. Hoor. Dankjewel, jongen. Ja, die baard ook? Ook een blauwe baard. Zo'n staartje dan, maat. Ja, man. Ja, man. Gek, hè? Ja. Hoe vind je het nou Tim, om te doen? Ja, ik vind dat wel vet om te doen. Maar ook een beetje. We hebben toch nog een beetje carnaval gezien. Ja, toch? Super vet, man. Ja, ja, het staat je echt. Nou, daar gaan we dan. Hè? Ja. Nou, tof. Je hebt je weddenschap, je belofte ben je nagekomen. Heel veel respect daarvoor, ja, want een hoop mensen die doen heel veel wa, mm-hmm. Maar die komen hun belofte zien, hè? Heel veel respect daarvoor. Ik wil dat jullie nu echt allemaal, al mijn abonnees, alle kijkers die dit nu zien, gaan naar het kanaal van VinkMD en abonneren op zijn kanaal. Dat betekent dat hij volgende week 5000 abonnees moet hebben. Regel het. Regel yes. Het. Kikken. Ja toch? Okay. Top. Ja, we gaan respect, maar door. Respect maat. Ja. Houden misschien. Ja, alleen een paar zouden. Nee, maar zal het echt gewoon zo in één keer. Dat is wel iets speciaals. Zo'n FBI. Ja, of zo'n security pas. Ja. Nou, het leek leuker dan. Ah, 5 cent. Hé, hey, een nou. Stuiver, ik denk een stuiver, want het kistje was oud. Ja, stuiver inderdaad. Ja toch? Kom aan, dank je. Super dik mes eruit. En waarom dit mes nou zo super dik is, in de Nederlandse tekst staat erop roestvrij. Roestvrij. Ja. Wat het ei. Willen jullie dit misschien nou zien? Met kijk dan bij VinkMD. Nee, kijk, dit is echt iets uit de oorlog of zo. Ja, ik denk met de bevrijding of zo, man. Ja. Ja. In peace of. Wat staat er nou op? In service of peace and freedom. Yeah. Ja. Ja, leuk. En dit is echt, ik zie dat dit is dat Brits, dat heb ik van een uniformknoop wel, dat herken ik wel. Ja. Zo, ik dacht dat dit goud was, gek. Hey, sieradendoosie. Altijd leuk. Oh, dat is die andere. Nou. Kijk eens. Gouden munten, plastic. Hier is zo'n rot elastiek. Troep. Ja. De eerste munt is binnen. Ik zag hem net trouwens. Ja, hier. Hé, nog eentje, maat. Hé, dit is een 5 gulden volgens mij. Of niet? Nee, het is een taal, of niet? Nee, man. Nee, Frank. Een kroon. Ik heb een kroon uit 76. Oh, dan heb ik misschien ook een Frank, of niet? Dan muntjes, hé. Yes. Ja. Hier nog eentje. Kijk dan, nog een munt. Die is helemaal aangekoekt. Ik heb hier nog één. Zal ik hem een beetje... Ik vind het helemaal goed. Oh. Daar ligt hem nog in. Waar zijn we? Hier? Daar. Ja, misschien dat hij aangekoekt is. Ja, ik denk het wel. Zo, kijk, hier, kijk hier. Ja, kijk dan, het zit er gewoon allemaal in het kistje. Super vet. Leg hem even hier zo bij de weg op. Even delen, hè? Ja! Ja. Ja. Ho! Oh. Maar tegen niemand zeggen, hè? Juist! Ja, super dik, man. Hier nog eentje. Hier ligt nog een hoop, hè? Ja, kijk dan, er zit hier, kijk dan, allemaal gekleefd hier, aan het geldkistje zelf, joh. Zo, die legt er al een partij nog in. Ja, die ligt echt lang. Schroefdraaier hebben. Ja, kan wel.
Ekkenes. Ja, ja. Ja, mag ook wel, hè? Ja, tuurlijk. Je bent aan het strijden. De... Ja, dat wordt beloond. En je ziet, het strijden wordt beloond. Net als Jan. Waar is Jan? Jan, die is bij de brug. Oh, die is bij de brug. Ja, die blijft altijd op één plek, hè? Ja. Kijk eens hier nog een beetje. Ja, ik denk dat hier... Wat is dat dan ook, een 5 gulden cent? Uit 1989. Ik denk dat ik... Leuk, man. Nee, ik zal hem even kijken. Niet erover. Kijk, ze allemaal hier staan. Nou, hier ja, nog meer, nog meer. Ja, joh. Ja, nog meer. Kijk hier, hoppa. Ja. Hoppa. Is dat een bossing? Oh nee. Wat is dat dan? Het is iets. Dun metaal. Is dat zilver? Weet ik niet. Er staat iets aan de onderkant. Of een servetding. Zet erop daar. Geen idee, misschien kan jij het lezen. Hoi, Clanny Kelly. Ja, daar is niet meer veel van over. Een Glenny Telly. Lekker wel Russisch wat erop staat. Leuk. Dat is Russisch. Weer een kluisje. Nathalie zat eraan vast. Lekker bezig. En wat zit er allemaal in? Ja. Ja, hier zit wel echt alleen maar blubber in, zeg. Wow. Maar het is wel echt een oude kluis, zeg. Met zo'n kruis er. Maar van die toetsen. Kijk daar, joh. Ik weet niet wat voor iPhones dat zijn, maar super dik. Ik trek er een iPhone uit en dan hoor ik nog één. Zelfde. Yes. Super dik. Ja, super dikke iPhone. Weten jullie nou welke iPhone dit is? Laat het dan even weten in de comments. Want dat zou ik wel super vet vinden. Dan weet ik... Ja, ja, die van jou kan het nog wel eens doen, want dat scherm van jou is gewoon helemaal heel. En die van mij is... Die is nieuw, jongen. Ja, die is echt net nieuw. Ja, dik. Yes. Wow, kijk dit, kijk eens. Kijk eens, kijk dit. Ik weet niet wie dit nou is. Ben hem de eerste, de tweede of de derde. Maar dit is een gulden. Ja, ik doe er heel voorzichtig mee. Uit 1846. 1846, wat is dat, Vink? 1846 is nog Willem II geweest. Ja. Willem II? Ja. Maat, dat is super dik. Dit is echt super dik, zeg. Een munt uit 1846. Willem II. Maat, super dik. Wat is dat dan? Een zilveren gulden. Een zilveren gulden. 1960. In een zakje. In een zakje met een kettingje erin. En een of andere... Hier, die andere munt voordat die... Ja, die heeft meer, jongen. Achterkant van een horloge is dat. Achterkant van een horloge. Zoé! Mate! Wow! Dit kan zeker goud zijn, hé. Dit is denk ik ook goud. Wow, dat is van een zakhorloge. Ja, kijk, dat is dat. Die had ik omgedraaid. Wow, hé. Heel dik. Dit is echt super dik. Dit moet je allemaal echt één voor één goed schoonmaken. Goed, nou, kijk, ik zou zelfs dit meenemen. Ja, kijk eens naar die balletjes. Als je, is dat kunststof? Nee, volgens mij geen kunststof, nee. Het zijn steentjes, ja. Als er steentjes zijn, dan zou het heel ver weg zou het misschien bloedkoraal kunnen zijn. Bloedkoraal, zo dan. Zou die steentjes ook allemaal bewaren, maat? De andere twee moet je even ook laten zien. Verenummer staat er ook. Oh, er zijn er nog twee? Twee stenen. Oh. Super dik, maat. Kijk eens even. Oh, kijk dan. Dit zat er allemaal in dat zakje. Gewoon een munt met Willem II erop uit 1846. Wow. Dit is super dik. Volgens mij nog wel goud ook. Ja, ziet er wel uit als goud. Dit is 1960, toch? 1960? Ja. Nou is het een 8. Superdik! Ja, maar dan hebben we het over een munt van 200 jaar oud. En dan heb je nummer 1 magneetvisser. Met zijn zoon. Ja, ja. Julian. Super vet. Want die doet hem echt al heel goed na. Met een heel dik Rambo-mes, wat jullie net zagen. Maar kijk eens even, Jan. Wat doe je ons nou weer aan? Nummer 1 magneetvisser. Shit. Onder de brug. Superdik, maat. Helemaal onder de brug. Wow, Jan. Ik wou het zelf wel doen.
Goud, ik hoop het voor je, jongen. Ik hoop het zo voor je. Dit is jou zo gegund. Zilver. Goud. Goud, goud, goud. Goud willen we zien. Goud, gouden kettingen. Nou. Dit is zilver. Ja? Ja. Zeker, anders vind je hem niet zo mooi. Ja. Super. Kijk eens, een trouwring. Hoppa. Ik hoop het zo voor je dat er wat kostbaars in zit, Jan. Hij is in ieder geval niet magnetisch, maat. Dus, ja, ja, dat is zilver. Oh, kijk hè. Het is een slavenarmband. Zilver, ja? Hoe zie je dat zo snel dan, Brian? Om zilver, die tast haast niet aan. Die kun je bijna schoonvegen. Hij zit ook gegraveerd. En deze is gegraveerd aan de binnenkant, volgens mij. Waar dan? Nee, dat zijn balletjes, joh. Nou, Jan, gefeliciteerd. Is ook nog eentje aan, jongens. Abba. Ja. Nou, netjes. Nummer 1 magneetvissen, Jan. 100 punten. Je lekker, ziet het daar, super dik. Nou, dat kon je ook. Deze is ook mooi, hoor. Ja, ja. Tuurlijk is hij trots. Drie telefoons, hè, en een dik mes. Ja. Nee. It's in the blood. Lekker, hoor. Super dik. Ja, man. Ja? Ik zie niks meer. Oh, jawel, ik zie het nog wel. Mooi brilletje, of niet? Hè? Ik zou hem ophouden. Alleen de prijs is anders. Ja. Nou ja. Dit is mijn eerste, ja. Ik zie hem al lachen hoor. Dat vindt hij leuk hoor, de cameraman. Kijk eens, hij staat te genieten aan de achterkant. Helaas dat jullie het niet zien. Als jullie het zagen, zouden jullie helemaal stuk gaan. Maar ja, ik zal het nog een keer proberen. Yes, mijn eerste stiletto die ik eruit heb getrokken. Helaas is die niet meer in mooie staat, maar het is een stiletto, zoals jullie zien. Kijk, want hier heb je dan die knop en dan... waar het mes is. Hij is wel heel erg gegaan. Maar dat stamt ook echt uit een hele oude tijd. Hè? Jaren 80 en zo liepen ze allemaal met een stiletto. Ja, maar doen hem kan open. Ja, zie je, daar is niet meer veel van over. Ja, wel leuk. Mijn eerste stiletto. Ik heb er geen donder aan. Maar wel een leuke vondst. Ja, ja, zeker. Duimpje omhoog. Vind ik leuk haar heb jij. Wat zegt u? Wel een leuk haar heb jij. Ja, daarvoor moeten ze bij Vink op het kanaal kijken. Top dat je me er nog even op attendeert, want ik zie dat zelf natuurlijk niet. En dan gaan we afsluiten in 3, 2, 1.